Maar kijk toch eens, dames en heren. Oh, dit is me toch een plaatje zeg, hé. Oh. Fabienne heeft de ruitenwissers weer gemonteerd. En kijk eens hoe goed deze er weer uitzien. However. Upgrade. Een hele goede dag, dames en heren. En super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Mike en we gaan vandaag weer lekker aan de zip werken. Sterker nog, ik ga weer iets doen wat in de comments geplaatst is. En dat is namelijk mijn achterveerpoot. En die veer, die ga ik roze maken. Tenminste, dat is de bedoeling. Mijn veerpoot ga ik er straks onderuit halen. Maar voordat het zover is, ga ik eerst de nieuwe spuiten. Alleen zat ik nog met een klein dingetje. Ik krijg de veer niet los van de veerpoot. Dus ik heb hier zeg maar de nieuwe veerpoot. En ik weet dat dit gewoon een standaard veerpoot is. En hetgeen wat ik eronder heb, dat is zeg maar een witte veerpoot, zeg maar een witte veer en een verstelbare veerpoot. Nou ga ik deze onder vandaan halen en sommigen van jullie zullen zeggen, ja dat is niet zo slim om te doen, dat is niet, weet je, het is beter om deze eronder te houden. Maar deze die gaat naar mijn broertje toe, want hij wil heel graag een witte veer op zijn scooter. Want ja, hè, dat kan natuurlijk niet anders met zo'n mooi ding als dit. En hij wil hier heel graag een witte veer hebben. Dus ik ga die eronder vandaan halen en dan ga ik die aan hem geven. En dan ga ik deze eronder zetten en dan dacht ik, weet je, dan ga ik deze gewoon spuiten. Omdat mij het ook eigenlijk helemaal niet boeit wat voor veer eronder zit. Of veerpoot of weet ik veel wat. Wheelie doen we toch wel ermee, dus dat maakt niet uit. Het enige ding was, ik krijg de veer hier niet vanaf. Want hier zit onder een boutje, maar het schroefdraad waar het opheen zit, dat draait mee. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga hem afplakken en ik hou hem gewoon zo. En dan spuit ik hem gewoon op deze manier. En toen kwam ik bij het volgende probleem. Ik heb alleen nog maar grof schuurpapier. Het fijnste wat ik heb is 240. Nou, dat is eigenlijk best wel grof. En dan heb ik hier nog een stukje 1000 liggen. En eigenlijk van 240 naar 1000 is een beetje een groot verschil. Maar ja, ik heb nou even niks anders. En ik dacht van, weet je wat, we gaan het gewoon alsnog doen. Ik heb wel een hele mooie manier gevonden om dit af te plakken. We willen natuurlijk niet dat dit zilveren onder de verf komt te zitten. Aangezien de schokdemper in en uit beweegt. Maar goed, dat gaat helemaal goed komen. Ik zou zeggen, we gaan lekker beginnen met afplakken, schuren en daarna het spuiten. En daarna gaan we de veerpoot omwisselen. Dus bij deze weten jullie na deze video ook gelijk hoe je je achterveerpoot moet omwisselen. Stel dat die kapot is of vervangen moet worden. En terwijl wij dit aan het doen zijn, is Fabienne ook bezig. Want zij heeft haar ruitenwissers van de auto afgehaald. Want die zijn nogal verroest. En ze keek daar telkens tegenaan terwijl ze aan het rijden was. En daar was ze een beetje klaar mee. Ze zegt, weet je wat, ik ga die lekker spuiten. Yes. Ze heeft ze er ook zelf afgehaald. Lekker bezig. En dan heeft ze straks weer mooie, verse, zwarte ruitenwissers. Yes, sir. Goed bezig, schat. Nou, dan gaan wij het maar eens afplakken. En dan gaan we ook beginnen. Nou, soms moet je niet al te moeilijk nadenken. Deze veer kan je echt heel makkelijk afplakken. Want ja, het blijft een veer. Dus die loopt helemaal rond. En als we nou gewoon op deze manier door blijven gaan, dan is alles hier binnenin bedekt. Gewoon de veer blijven ronddraaien en de tape laten plakken. Nou, moet je eens kijken hoe makkelijk dit gaat. Op sommige plekjes na net niet, maar het belangrijkste is dat het meeste gedeelte van de zilveren rand bedekt is. Dus nou ga ik deze gewoon lekker een beetje opschuren en dan kunnen we hem daarna spuiten. Zo, de veer is nu geschuurd, dus we gaan hem spuiten. Zo, die zit goed in de primer. Deze kan lekker droog in de zon nu.
Zo, nu kunnen we de veerpoot eindelijk roze maken. Nice, dat ziet er al heel goed uit. Ik kan niet wachten tot we het tweede laagje gaan doen. Zo, in het zonnetje is de kleur helemaal mooi. En Fabienne, die is ook echt goed bezig met de ruitenwissers. Kijk hoe mooi die er weer uitzien. Die waren zo erg verroest. Deze zijn nog in de primer. Deze is net helemaal klaar in het zwart. En dan gaat ze straks die ook zwart spuiten. En ook straks heel benieuwd als ik het tape ertussen uithaal. Want dat is natuurlijk dan gewoon nog zwart en zo. Hoe die er dan straks onder de scooter staat. Ik ben echt heel benieuwd. Is weer een goede upgrade. However. Upgrade. Ik heb hem nou even op zijn kop gedaan. En zoals je ziet is de onderkant is nog best wel grijs. Dus je moet een veerpoot ook echt altijd even ondersteboven en weer recht. En zo moet je hem gewoon een beetje spuiten. Want dan kan je helemaal rondom de hele veer komen. Zo, de hele veerpoot is nu gespoten. Dan gaan we deze even laten opdrogen en dan gaan we er nog een glanscoating overheen zetten. Zo, nu gaan we er een glanslaag overheen spuiten en dan is de veerpoot zo goed als klaar. A few moments later. Zo, die ziet er zeker goed uit, dames en heren. Nou gaan we deze laten drogen en dan kunnen we monteren. Zo, de veerpoot is helemaal droog. Zoals je in het midden kan zien, heeft hij iets roze meegespoten. Dat niet helemaal volledig was afgeplakt, maar maakt niet uit. Het was natuurlijk precies de bedoeling, want dat geeft natuurlijk weer een unieke sfeer aan de veerpoot. Maar we gaan deze nou vervangen. Dus we gaan alle kappen eraf halen, we gaan de buddy eraf halen, we gaan de veerpoot eraf halen en dan kunnen we deze omwisselen. Zo, nu alle kappen weg zijn, komt de veerpoot naar voren, waardoor we deze nu eraf kunnen halen. Ik hoop dat ik er een beetje goed bij kom. Een doppenset die is niet diep genoeg om hier overheen te kunnen. Ik hoop dat we deze gewoon met een sleutel los krijgen. Oké, klein probleempje. Ik krijg hem er dus niet van af. Want hij kan draaien. Maar het schroefdraad dat draait mee. En dan moet je dus of een platkop opzetten of iets om hem tegen te houden, maar überhaupt met een platkop kan ik niet eens kracht zetten om hem überhaupt tegen te houden of iets anders, dus ik krijg de veerpoot niet los. Pot verdikke me. 1 minute 37 seconds later. Oké, dames en heren, ondanks dat hij nou meedraaide, ik ben dus elke keer gewoon door blijven draaien zo en ineens is de bout losgeschoten. Dus met geluk kunnen we nu alsnog de schokdemper eraf halen. Ik was gewoon deze letterlijk wat ik nu aan het doen ben, was ik hem gewoon aan het draaien. Ondanks dat deze meedraaide. Maar hij is ineens gestopt met draaien. Waardoor hij nu toch is losgekomen. Dus dan kunnen we alsnog de schokbreker vervangen gelukkig. Zo, hij is volledig los, dames en heren. Het is gewoon gelukt. Dus nou gaan we deze losmaken. Maar voordat we deze los gaan maken, ga ik jullie even het eindresultaat laten zien van Fabienne's ruitenwissers. Moet je kijken hoe netjes ze die gespoten heeft. Het is alsof ze vaker spuit. Je bent goed bezig, schat. Ja, hè? Ja, echt wel compliment. Het ziet er heel strak uit. Oh, echt wel allemaal. Succes met monteren. Ik zie jou zo wel. Yes, goed. Gaan wij de schokbreker erop zetten. Hoppatee. Hij stond er vandaan, dames en heren. En wow, hij is echt wel geroest. Damn. Maar goed,
gelukkig hebben we een nieuwe. En kunnen we die eronder zetten. Zo, dames en heren, dit ziet er wel weer vers uit hoor. Die roze veer, die springt er gewoon helemaal uit. Oh, I love it. I love it. We gaan snel de kappen terugbouwen, zodat we het hele plaatje compleet hebben. En dan is de scooter weer helemaal teruggemonteerd. En moet je kijken naar dit complete plaatje. Hoe ziek ziet dat eruit? Ik zeg je eerlijk, de roze veer past er zoveel beter bij. En het is veel mooier dan het wit. Vooral zo nu dat heel mijn scooter natuurlijk roze is. Maar ik vind het er wel echt heel kicken uitzien. Ja, het is een mooie veer geworden. Bedankt voor de suggesties in de comments. De veer is weer ontzettend mooi roze. En deze veer die kan nu naar Vince toe. Ik dacht, weet je wat, ik ga deze alvast aan mijn broertje geven. Maar hij ligt te slapen. Dus ik leg hem gewoon lekker bij zijn scooter neer. Misschien merkt hij het op, misschien niet. Dat gaan we vanzelf zien. Maar alsjeblieft Vince, die is voor jou. Het is zelfs nog een verstelbare schokbreker ook. Maar je mag hem hebben. Zal goed bij je scooter staan. Maar kijk toch eens, dames en heren. Oh, dit is me toch een plaatje zeg, hé. Oh, echt fucking dik dit. Fabienne heeft de ruitenwissers weer gemonteerd en kijk eens hoe goed deze er weer uitzien. Ze hadden aan de zijkant helemaal roest en nu zijn ze weer helemaal volledig zwart. En ook de achterkant. Wauw. Ja, ook de achterkant ziet er super goed uit. Dat heb je goed gedaan, schat. Ja, hè? Box. Bedankt voor de suggesties. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie wat hebben geleerd. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Vergeet niet een like achter te laten. Deel, abonneer. Doe wat je wil. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Take it easy en tot de volgende keer. Oh ja, en de volgende video gaat echt chaos worden. Dus zorg dat je de volgende video er 100% bij bent. Take it easy en tot de volgende keer, dames en heren. Doei doei.